beginnen. Ik ga me eerst nog even een mededeling doen. Gisteren zijn er na de laatste allo van het vijfde jaar een aantal mensen geweest die het zo nodig vonden om hier in de zaal te komen kijken wat wij aan de kokstoken waren. Je ziet daar zitten Matthijs Peers en Wannes Pernel. Zij krijgen daarom een aparte benoeming en VIP-plaatsen, ongegeven als het ware, op ons podium. Even een klein applausje voor deze sukkelaars, alsjeblieft. En jongens, jullie mogen zo de rest van de show met ons meegenieten vandaag. Oké, dit even terzijde. Hallo iedereen en welkom op deze auditie van Rock Lief. Het wordt deze 3 dagen genieten van muziek, drank, tentsetjes en de festivalsfeer. Op deze eerste dag van Rock Lief wordt er al een massa volk verwacht. Op de main stage staan ook niemand minder dan The Exploits, Snow Patrol, Ellie Goulding, Bring Me The Horizon en Skrillex. Het belooft dus weer een fantastisch festival te worden. Wij gaan nu even backstage artiesten een bezoekje brengen en zien jullie straks terug. Dan komen wij even terug voor een korte review. Dag! Thank you.
Van de leerkracht te trotseren. Nee, dit is echt geen quiz voor woesties. Welkom bij de quiz! In de linkerhoek vinden we een team dat alles weet over Sartre en Plato. De een leest de Bijbel van voor naar achter en de ander leest Harry Potter in het Latijn. Natuurlijk spreken wij hier over Wendy Toele en meneer Ovare. Ofwel Wendy en Jos. Jullie mogen naar het podium komen. Last but not least, in de rechterhoek vinden we een team dat alles weet over zeilen en zelf wijn maken. De een vindt het belangrijkste onderwerp van het jaar
de menselijke voortplanting. En de andere vindt het onterecht dat zijn lessen ingepikt worden door lucratieve uitspraakjes. Natuurlijk gaat het hier over meneer Freyer en meneer Mans. Na zijn optredens in Oostenrijk weten we ook dat hij een prima DJ is. Hij heeft het lichaam van een Spaanse god en hij heeft meer krullen dan Anton. Kortom, de ideale sportleerkracht. Meneer Moermans. En ja, dan blijft er nog één koker over, hè? Vier? Nee, één. Jullie hebben gekozen voor een vrouw, jullie hebben gekregen, een vrouw waarbij het onmogelijk is om haar leeftijd te raden, want ze heeft het lichaam van een